Ja, mensen hoor je vaak zeggen van, ja, als ik nou maar geld had. Als ik nou maar geld zou hebben, dan kon ik alles doen. Dan kan ik alles krijgen. Vrienden, ik ga jullie vertellen, het is niet zo. Het is niet waar. Ik neem jullie even mee terug naar ergens in 1980. 1982, 1984, 1985, ik weet niet meer precies wanneer. Jimmy Connors, jullie weten hem nog wel, die grote tennisser. Die speelde op Wimbledon. En opeens verloor hij. Ergens in de tweede of de derde ronde werd hij eruit getikt. En het publiek voelde gewoon van, oh jee, dit is waarschijnlijk de allerlaatste keer dat we Jimmy Connors hier op Wimbledon zien. En die kwamen allemaal als een tsunami, kwamen ze overeind omhoog. En die applaudisseerden en die klapten en die gaven hem een ovatie. Nou, die hadden ze nog nooit gezien op Wimbledon. En die verslaggever, die zei dat ook. Want die zei, je voelde gewoon de liefde en de warmte van die mensen voor Jimmy Connors. En die verslaggever, die zei dus Jimmy, dat was wel even een ovatie. En toen zei Jimmy Connors alleen maar, ja, sommige dingen in het leven zijn niet te koop. En toen dacht ik, dat is hem. En dat is ook zo, vrienden. Want over tennis gesproken, tenniste op Aruba samen met een hele rijke man. En toen kreeg ik weer een voorbeeld van niet alles is te koop in het leven. Joop van Oostrum, dat was zijn naam. Hij speelde met mij af en toe tennis op Aruba. En Joop van Oostrum, die zat in de software en was medeoprichter van Volmak. Nou, en die was met een potje rijk. Maar dat wist ik helemaal niet, wist ik veel. Dus ik zie in de quote ineens staan dat Joop van Oostrum is goed voor 750 miljoen. Vrienden, ja. Hey. En, ik tennis met hem, ik zeg, Joop, ik lees dat jij goed bent voor 750 miljoen. Nee, zei Joop, dat klopt niet. Ik ben 1000 miljoen. 1 miljard, vrienden. Hey, man, hemeltje schreeuwend rijk. Die had dus 5-6 mensen voor hem werken om zijn financiën op peil te houden. En hij had ook iemand in dienst genomen, gewoon weggekocht bij Arkenreizen, om zijn reizen allemaal te regelen. Kan je je voorstellen? Ik bedoel, gekkigheid kent geen tijd, zo rijk. Hij liet mensen komen. De beste schakers van de wereld, die liet hij tegen elkaar spelen voor zijn eigen lol, daar in een hotel op Aruba. En dan tijdens het tennissen werden, kun je je voorstellen, de schaakzetten, die werden door het hek geroepen. Zo ver was hij heen met zijn rijkdom. En wat gebeurt er op een gegeven moment? Ja, er werd een enorm hotel gebouwd op Aruba. De Hyatt. En die was bijna klaar. En die hadden een vleugel, de Hyatt had een vleugel, aan zee staan. En het was 5 verdiepingen hoog. En Joop van Oostrum die had bedacht, ik wil gewoon al die verdiepingen met al die kamers die uitkijken op zee, die wil ik hebben. Die koop ik. Dus hij naar het hotel en hij zegt tegen die directeur van het hotel, ik wil al die verdiepingen, die wil ik kopen, die aan de zee staan. Nou, zegt de directeur van het hotel, dat is niet onze policy. Wij verkopen niet. Hoezo wij jullie verkopen niet? Wat kost de bouw van dat hele hotel? Had Joop daar een beetje hard geroepen. En toen zei die man, nou, de hele bouw kost ongeveer 60 miljoen dollar. En dan betaal ik, zei Joop van Oostrum, schreeuwend op de toppen van zijn longen, 60 miljoen dollar voor die 5 etages met die kamers, met het zicht op zee. Nou, dat gaat niet door, zei de directeur, dat doen we niet, want we verkopen niet. Nou, de volgende dag stond Joop van Oostrum te schreeuwen met spuug op zijn mond. Gewoon, die was woedend gewoon. En ik zei, Joop, niet alles is te koop in het leven.